surrealistische plaatjes vandaag op de ring. Even ervoor hebben honderden bikers zich verzameld op het Surinameplein. De plek waar de Bragg & Boosters ook zondag verzamelden voor Marwans laatste tocht. We hebben een mooie rit Markermeer gedaan. Geëindigd in Lelystad. 'S Avonds teruggereden. Heeft hij me nog een knuffel gegeven en succes gewenst met mijn vrachtwagenrijbewijs die ik eerder gisteren gehad heb. En zei nog, ga lekker naar huis. Nee, ik ga naar Rembrandtplein, want hij is een tijdje in Irak geweest. Voor zaken. En wou even naar zijn stekje toe. Politie was van tevoren niet ingelicht, maar kreeg in de vroegte de laatste details, net als de rijder zelf. En één ding, geen gestunt. Geen herrie, respect hebben ervoor. Op de plek in de Piet Hein-tunnel waar Marwan zondag verongelukte, stopt de stoet voor een minuut stilte. Maar we moeten een stuk door, hè? Het is heel veel. En als de stoet dan weer in beweging komt, gaat het toch mis als een van de auto's olie begint te lekken en een aantal motorrijders onderuit gaat. Dat is dan nog niet doorgedrongen tot de kop van de groep. Voorzichtig, hè? Ja, ja. Want de tunnel is nu weer dicht hier, Rico. Nadat de weg olievrij is gemaakt en een vrouw gewond naar het ziekenhuis is afgevoerd, gaan de tunnels weer open.